Lifetime in repeat. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. We gaan vandaag wat bijzonders doen, of anders dan normaal. Ik ben hier in Rotterdam inmiddels. Misschien herkennen jullie het wel. En ik ben... Herkennen jullie het gebouw? Ik ben hier veel bij de politie, de zeehavenpolitie van de eenheid Rotterdam. En ik ga vandaag met Dirk Jan mee. Ik weet niet of jullie die misschien nog kennen. Maar in ieder geval, dat is de bekendste Twitterkop van Nederland volgens mij. Dus ik ga hem wel straks even voorstellen. Maar ik ga me eerst even aanmelden en ben heel benieuwd wat ze hier allemaal doen. Nou, ik heb inmiddels aangemeld en ik heb Dirk-Jan gespot. Ik heb eigenlijk geen idee wat de zeehavenpolitie doet. Ik heb wel een beetje een beeld voor me, maar ik ga dus aan Dirk-Jan vragen wat we vandaag allemaal gaan doen en wat ze hier eigenlijk allemaal uitspoken. Dirk-Jan, hoe is het ermee? Ja, goed. Cool. Hey, leuk dat ik een dienst mee mag draaien. Ja, nee, tof. Welkom in Rotterdam, welkom bij de zeehavenpolitie. Ja. Het is even heel anders dan Almere. Maar wij zijn ook gewoon een basisteam, net zoals bij jullie. Alleen met hele andere werkzaamheden. Hey, maar... Wat doen jullie nou eigenlijk dan de hele dag? Ik bedoel, wij hebben een basisteam, we rijden een auto, de motor, we doen van alles. Ja. Maar jullie doen dat op het water, moet ik dat zo voorstellen? Ja, maar we hebben ook gewoon, we hebben ook gewoon auto's rondrijden. Ja. We hebben ook gewoon motoren, we hebben fietsen, we hebben binnenkort honden. Maar we hebben ook vooral schepen. Oké, okay. En komen er dan ook gewoon 1 en 2 meldingen binnen, zoals ik dat er nog meer heb? Ja, en soms zijn die 1 en 2 meldingen in ons werkgebied, zeg maar, rondom de haven of op het water. Dus dan zijn wij als eerste aan zet en dan worden we gestuurd door de meldkamer, waar we ook straks even langs gaan. In ieder geval langs varen. En andere keer is er misschien een pakketje drugs of is iemand in het water gevallen in een ander gebiedje en dan helpen we ook. Oké. Okay. Hey, maar ik kan me zo voorstellen, als ik bijvoorbeeld bij mij in de wijk kijk, wij hebben dan heel veel wijkzorg, dus wij doen heel veel meldingen als buurruzies, huiselijk geweld. Ik kan me voorstellen, hier in de haven wonen geen mensen, toch? Of... We hebben officieel geen woningen. Ja. Dus we hebben alleen maar bedrijven en handel en verkeer. En dan verkeer op het water en op de weg. Dus dat is wel even heel anders, ja. Alle woningen die om de haven heen zitten weer bij andere basisteams. Oké. Okay. En waar zijn we nou, of jullie drugs mee als zeehavenpolitie? Met drugs zijn we toch al bezig, denk ik, met aanvaringen of aanrijdingen. Drugshandel, mensenhandel, milieu en ook zware criminaliteit. Oké, okay, cool. Een hele andere tak van sport. Ja, ik hoop dat vandaag te kunnen laten zien. Hey, ik ben heel benieuwd. En gaan we nou, ik zie daar een hele mooie boot achter je liggen. Gaan we daar mee? Niet met die witte, we gaan wel met de P9 hieronder. De P9, kijk, ja. Ik kan inzoomen. En, dat is een van onze ripboten, noemen we dat. Ja. En ja, daar gaan we even mee rond. Op de P4, dat is ook een iets kleiner dan die witte P1, die is al weg. Die is op misschien moet die nog even opzoeken, maar die is al weg. Dus die komt misschien straks langs. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zeg let's go, of niet? Top. Ja, Natasja die gaat voor ons varen. Dat is onze schipper. Ja, dus die gaat de boot klaarmaken en dan kunnen we het water op. Dat heet zo schipper toch? Of is het kapitein? Schipper, ja. Schipper, nee, oké. Okay, ja. Ja. Ja, ik ben niet zo'n waterkind. Nee, dat geeft niet. Dan leer ik nog eens wat. Ja, wie weet, hè? Nou, voor de veiligheid moeten wij natuurlijk een vestje aan. Dus stel, we gaan te water en dan blijft het tenminste drijven. En dat is het bootje waar we als eerste op gaan. En dan gaan we de haven verkennen. Wat zei je? Allemaal auto's, zijn niks. We kunnen even kijken waar de bier is. Erop staan? Ja. Ik mag gelijk alles verhaasten, maar gelijk heel de boot. Mijn idee was... Wat was dit voor anker, zei je? Dit krijg je als je... Als je je vaarbewijs haalt, zeg maar. Al je vaarbewijs. En je familization en je fast rescue boat training. En dan ben je... Al je trainingen voor op het water. Oké. Okay. Dus de collega's die het hebben, die zijn er heel trots op. Zeker. En een stukje erkenning, waardering. En, cool. Ja, dan ben je echt een
schippen op het water. Hoe lang doet dit voordat je zoiets hebt? Met dat? 4 maanden tot 1 half jaar. 4 maanden tot 1 half jaar. Hoeveel pk had deze boot? 370. En hoe hard kan dat? Dat is een beetje vertalen 80, voor... 90 km per uur. 80, 90 km per uur op het water. En mogen wij ook zo hard? Wij in principe wel, ja. Wij wel. Dus het eigenlijk net zoals je in de auto rijdt, hebben we daar ontheffing voor? Ja. En dan moet er een melding voor zijn of een noodzaak of zo? Nee, wij kunnen in principe zo hard varen met deze. En we mogen ook zo hard varen. We moeten alleen wel alle veiligheidsaspecten in acht houden. En dat je geen ander scheepvaartverkeer in gevaar brengt. Oké. Okay. Ja, klinkt duidelijk. Zijn jullie vast? Wij zijn vast, volgens mij gaan we maar beginnen. Het kan een beetje schokkerig zijn, dus ik geef het maar even aan dat ik... We zijn onderweg. Ja. Zon schijnt. Trouwens, heb je goed geregeld de zon? Nou hoor. Zo die uur. Ja. We hadden zonnebrand bij ons, hè? Ik heb zonnebrand bij, hè? Zonnebrand hebben we bij ons. Ik ben alleen mijn zonnebril vergeten. Wat was er nou? Hij zit veel te veel op het vaarwater. Fijne dag! Hij zit veel te veel op het vaarwater voor de binnenvaart. Hij vaart nu gevaarlijk. Hij moet met zijn kleine boot stuurboord 12 houden aan de rechterzijde. Dus hoe kleiner je boot, hoe meer je rechts moet op het stuurboord. Hij moet echt naar rechts. Naar stuurboord, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Blijven, oké? Fijne dag! Die hadden er weinig zin in, geloof ik. Ja, even wachten. Ja, daar gaat hij, kijk. Huh? Hou je vast, hè? Ik hou me vast. We hebben een afvraag, hè? Ja. Hebben we ook een blauw zwaailicht op dit ding? Ja. Oh, daarboven die? Ja. Ah ja. En ook een sirene? Volgens mij doet hij het, hè? Moet ik even kijken, want... Ik zie wel sirene, maar... Ja, horen, maar... Oh. En maar dat is eigenlijk net zoals bij de Wegenverkeerswet, zijn we dan ervoor in het voertuig? Ja. We hebben net zulke vrijstellingen, zeg maar, als een herkenbare politieauto. Okay. Zeg maar een gestreepte politieauto. Hey, en dit is, wat zien we hier allemaal? Hier zien we alle schepen in de omgeving. Navigatiescherm, hier zit zelfs een dieptemeter op. Ja, een kleine vaarwegroute waar je zit, hoe de vaarweg loopt. We hebben hier schermen met hoeveel brandstof we hebben, motorvermogen met de toerental. Als we alarmen krijgen en er is iets niet in orde, dan gaat er wel een luidalarm af met een verlichtingsalarm. We kunnen hem trimmen. Sector Maasbruggen. En gaan we naar andere vaargebieden en dan gaan we gewoon schuiven van sector. Per gebiedje heb je een gespreksgroep, zeg maar. En waar je vaart, dan wissel je van gespreksgroep. En dan heb je weer contact met die havenmeester langs de kant die alles in de gaten houdt. Maar het is dus aan elke schipper of kapitein zijn eigen verantwoordelijkheid dat hij zijn porto of mobielefoon, hoe noem je dat, op het juiste kanaal zet. Je marifoon, ja. Als je die uitluistert. Ja. Ja. Je hebt een uitluisterplicht. Ja, je hebt uitluisterplicht. Dus wij kunnen zo met dat binnenvaartschip van net kunnen we eigenlijk gewoon contact maken en zeggen van joh, schipper, mogen we even vragen of mogen we even aan boord komen. Dus dan kan je gewoon via die marifoon doen, zoals wij eigenlijk met de portofoon onderling ook contact hebben. Als een schipper dat nou niet doet, is dat strafbaar? Ja. En staat er gewoon een bekeuring op of is er aanhouden en verhoren en dan komt een dossier uit? Ja, weet je, bijna alles wat we hier doen is geen bekeuring, maar is gelijk een proces verbouw. Dus het zijn gelijk zware overtredingen. Ja. Oké, en net zoals die
We hebben net die twee bootjes aangesproken. Die zitten dan dus te veel in de vaarroute voor de grote scheepvaart. Ja. En die moeten zoveel mogelijk rechts houden. Ja. En ook dat is eventueel strafbaar. Ja, net als dat je op de snelweg ook rechts moet houden. Veel rechts moet houden. En niet mag bumper kleven en dat soort dingen. En we is op het water zodat dat de kleinere boten rechts haar bakbord op mijn stuurbord aanhouden. En dat de grotere schepen die wat meer snelheid hebben, minder snel kunnen manoeuvreren. Dat die dan de vaargouw in het midden gebruiken. Zijn. Okay. Zoals in het kader van de veiligheid. Ja. Cool, weet ik weer wat meer. Nou, we hebben even een tochtje gemaakt hier op de boot door nou ja, eigenlijk de binnenstadwateren van Rotterdam. We zijn nu eigenlijk vooral bezig met een toezichthoudende taak. Dus kijken of het recreatieverkeer en het binnenvaartschip zich allemaal aan de regels houden. En eigenlijk zoals we ook in de auto op de weg doen, toezicht houden in het openbaar domein. En nou, kijken of we nog strafbare zaken tegenkomen en of alles goed gaat uiteraard. Volgens mij ziet het er allemaal keurig uit hier. Om een paar mensen die niet helemaal zoveel mogelijk rechts hielden, het bakbord heb ik net geleerd. Is het nog lekker rustig? Dat is een goed teken natuurlijk. Dit zijn pas schepen. Is even iets anders dan de binnenvaart van Almere, zullen we maar zeggen. Eigenlijk. Maar wat voor kabels maken die? Onder de Noordzee? Ja, bijvoorbeeld. Kabels die op de Noordzee liggen, of olieplatformen en alle werkzaamheden op zee, zeg maar. Dus een helikopterplatform. En, ja. Gigantisch ding, joh. Mijn kleine man vindt dit helemaal fantastisch natuurlijk. Het is gewoon een de beste ever Bob de Bouwer schip, zeg maar. Wow. Dat is ook wel vrij nieuws. Tegen de richting in. Dus dat is een verbaal en een verbaal voor het niet dragen van het dodemanskoord. Oké. En nu zijn het twee verbalen. Dankjewel. Nu zijn er twee verbalen en ze zijn best wel duur. Dus mensen waren verder netjes en medewerkend. Dus ik heb even ook naar de menselijke kant van het verhaal gekeken. De boodschap was toch duidelijk. Ja. Dus hij krijgt één verbaal. Oké. En dan gaan we zo even kijken welke dat wordt. Oké. Maar ik heb hem ook even bewezen van hoe dat hij de haven uitvaart met ruim zicht nemen. En ja, hij verklaarde ook, ik wist het wel, maar ik ben gewoon nonchalant geweest. En ik geef alles toe zoals het is. Ik heb over het met vaarwater gevaren, verkeerde bal. En ik had ook geen dodemanskoord aan. Oké. Okay. Ja, een makkelijke meewerkende verdachte. Zijn ze verdachten? Ja, in principe wel. Ja, en nou ja, aan de andere kant weer netjes afgehandeld. En ja, in principe met een hand uit elkaar gedaan. Kijk. Dat zijn de mooiste dingen. Ja, toch? Ja. Er wordt wat, hè? De camera staat aan. Is er nog één? Kijk, netjes. Nou, we zijn even terug aan het bureau. We hebben net even twee uurtjes toezicht gevaren hier in de haven van Rotterdam. Wat grappig om te zien, het is vooral heel veel controle op recreatieverkeer hebben we nu gedaan. Een aantal vaartuigen die niet zo netjes aan de goede richting bleven, zoals ik net geleerd heb. Eén meneer heeft ook een procesverbaal gehad voor een aantal zaken. De rest veel waarschuwingen.
In ieder geval de late dienst die gaat het nu van ons overnemen. Dus wij gaan weer wat anders doen. Dirk-Jan had wat anders in petto. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet het nu nog niet. Dus laat me verrassen. En ik neem jullie ook weer mee.